Goedemiddag. De Flevomeerbibliotheek in Dronten gaat deze maand dicht vanwege een verbouwing. De bibliotheek in de Meerpaal moet nog meer een plek worden waar de generaties elkaar ontmoeten. We praten erover verder met Sanne Leuzing van de Flevomeerbibliotheek. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, die bibliotheek is natuurlijk van oudsher een plek om boeken te lenen. Maar de bib die heeft al lang veel meer functies, toch? Ja, dat klopt. Dat klopt. In de afgelopen jaren zijn we eigenlijk steeds meer een maatschappelijk educatieve plek geworden. Dus waar je een leven lang kan ontwikkelen. En dat gebeurt door meer dan alleen boeken natuurlijk. Blijven wel heel erg belangrijk, maar andere onderdelen worden daar ook heel belangrijk in. Ja, ook meer leren en ontspannen. Ja, klopt. Ja, zeker. Ja. Wat is er eigenlijk mis met de bibliotheek zoals die nu is? Waarom gaan jullie dat verbouwen? Ja, nou, er is in principe natuurlijk nooit iets mis met een bibliotheek. Maar zoals je zelf al zei, collectie blijft nog steeds een heel belangrijk onderdeel. Maar we doen tegenwoordig veel meer dan dat. We hebben een informatiepunt digitale overheid. Er zijn allerlei mooie, goede cursussen die we aanbieden. Veel spreekuren van maatschappelijke organisaties waar we mee samenwerken. Om die meer een plek te bieden, is het wel nodig dat we daar wat in gaan herinrichten. Dat is wat we gaan doen. En hoe ingrijpend is dan die verbouwing? Herken ik het dan nog wel als vaste bezoeker als ik terugkom straks naar die verbouwing als het klaar is? Ja, nou deels wel, deels niet. Wat we eigenlijk gaan doen is de benedenste twee verdiepingen, die blijven gewoon vol staan met collectie. Voor de jeugdafdeling komen er heel veel meer interactieve snufjes bij. Er komt een hele gave active floor waar allemaal leuke spellen op te spelen zijn. Ook allemaal met een educatief karakter. En op de tweede verdieping komt een ontwikkelplein. Dat is wel een grote verandering. We hebben daar deels ons huis voor taal zitten. Maar dat gaan we veel meer uitbreiden met allerlei ontwikkelingsmogelijkheden voor alle inwoners van de gemeente Dronten. Ja, dan zou je maar in Dronten wonen. En dan zou meteen net aan het begin van het schooljaar, zo van 15 tot en met 17, wat boeken nodig hebben. Wat dan? Ja, nou dan moet je eigenlijk voor die tijd even langskomen. We zijn inderdaad tot en met de 14e zijn we open. En we hebben een deal dat je als lid dubbele aantallen materialen kan lenen in de 2 weken voorafgaande aan de sluiting. Dus voor mensen die inderdaad lekker willen blijven doorlezen, die kunnen in principe extra boeken meenemen. En je kan natuurlijk ook altijd je boek op een andere locatie laten afleveren als je iets reserveert. En als je nou die boeken hebt die je eigenlijk moet inleveren tijdens de verbouwing, heb je dan een boete? Nee, zeker niet. Er worden geen boetes opgebouwd in de periode dat we gesloten zijn. En ook in de dagen nadat we weer geopend zijn, geven we mensen nog goed de kans om hun boeken weer, weer in te leveren. Zonder dat er gelijk vanaf die woensdag de 28e weer boetes op worden gebouwd. Het is voor jullie ook wel fijn als de mensen wat meer boeken meenemen. Dan zijn de planken wat leger. Jazeker, hoeven we zelf wat minder te sjouwen erin te pakken. Ja. Wanneer is de verbouwing klaar? Wanneer gaat het weer open? Wij gaan woensdag 28 september weer open. Is er nog een soort feestelijke opening? Ja, in de middag hebben we wat leuke activiteiten. Er worden rondleidingen gegeven. De gehele bibliotheek is dan nog niet helemaal klaar. De tweede verdieping die wordt op een later moment verbouwd, maar daar hoeven we niet meer voor dicht. Maar voor de eerste twee verdiepingen kunnen we mensen laten zien wat voor nieuwe snufjes we hebben. Waar alle boeken nu weer te vinden zijn, want dat verandert natuurlijk ook een beetje. En nou ja, kun je inderdaad met ons een praatje aangaan en vertellen we er graag meer over. Dankjewel, Sanne Leuzink van de Flevomeerbibliotheek in Dronten.